Nou ja, welkom. We zijn bij de aanstichter van het mysterieuze roze licht in Stadion Galgenwaard. Hoppakee. Sinds een week staan ze er. Twee gigantische lampen op de grasmat van FC Utrecht. Deze gebruiken we om het gras te laten groeien. Eigenlijk om fotosynthese in het plantje te creëren. Waardoor die suikers om gaat zetten, zuurstof opneemt en eigenlijk groei creëert in deze periode van het jaar. Waarin het natuurlijk koud is en er heel weinig licht binnenkomt in het stadion. En de komst bleef niet onopgemerkt. Boven Utrecht werd door verschillende mensen een mysterieuze paarse gloed gefotografeerd. Afkomstig uit het stadion dus. Tegenwoordig gebruiken we LED-lampen in een spectrum van drie kleuren. Dus blauw, wit en rood. Ja, dat zorgt voor deze roze kleur. En dat zorgt er dus voor dat het 's avonds lijkt alsof het stadion helemaal roze gekleurd is. De nieuwe lampen moeten het veld, dat er momenteel niet zo best bij ligt, gaan redden. Zoals nu in de 5 meter, hè. Dus het zwaarst betreden gebied eigenlijk wat we hebben in het veld. De keeper staat daar natuurlijk constant te trappelen. Mm-hmm. Dus het gras heeft het daar heel zwaar en daar wil je gewoon heel snel nieuw gras hebben staan, zeg maar. Het licht is extra goed te zien als er laaghangende bewolking is. Rood zou natuurlijk mooier zijn, maar goed, dat is niet zo mooi voor het gras. We moeten het met roze doen, maar hè. We moeten het met roze doen, ja.